Beste mensen, wat leuk dat je kijkt naar een aflevering van Op de Proef voor You Made 'Em Dick Magazine. Wij zijn bij Rumors op bezoek en ja, we gaan even in gesprek met Joyce, de uitbater van het restaurant. Ik ben bij Joyce van Rumors. Hi. Jullie zijn al 28 jaar hier de uitbaters van Café Rumors. Ja. Eigenlijk was het vroeger was het Rumors, maar nu de is het de Rumor. Vroeger was het de Rumor en nu is het Rumors. Rumors. Yes. Op z'n Engels. Op z'n Engels. Ja, ik kon in de You Made 'Em Dick lezen dat we eerste kerstdag zijn we gesloten of geopend? Wat, hoe is het nou eigenlijk? De eerste kerstdag zijn we geopend en de tweede kerstdag zijn we gesloten. Eerste kerstdag geopend, tweede kerstdag helemaal gesloten. Maar de meeste zaken hebben dat andersom. En daarom hebben wij juist de eerste kerstdag open voor degenen die niet op de tweede kerstdag terecht kunnen. Wat een super slimme oplossing, wat leuk. Nou, dat is wel, want er zullen veel mensen op eerste kerstdag best toch al denken van nou, ik wil wel graag ergens heen, maar wat zeg ik, 80 of 90% van de horeca is dicht dan. Precies. Dus okay. Reserveren is wel nodig, want er staan er al een aantal in het boek. Dat is top, dat is fijn, goed geregeld, Joyce. En wat hebben jullie op het menu staan met de kerst? Is het, hebben jullie nog wat bijzonders? Of, We doen dit jaar à la carte. Voor kerst, in plaats van een kerstmenu. En een speciaal kersthoofdgerecht. Oh, lekker, lekker. En dat is nog een dat is nog geheim zeker? Dat is nog één klein geheimtje. Hou wel voor onze Facebookpagina in de gaten. Oké, okay. Nou, wij verzorgen dat de link naar het Facebook van Rumors, die komt er hieronder te staan. Even kijken, wat hebben we nog meer voor leuks? Want ja, jullie hebben wel echt een specialiteit. Ik heb begrepen dat de biefstuk... We staan bekend om onze biefstukjes, geserveerd in de ruime hoeveelheid jus. Lekkere oud-Hollandse manier. Op de lekkere oud-Hollandse manier. Yes. En, maar goed, dat is niet de enige specialiteit. Nee. Want je hebt ook nog het een en ander aan speciaal bier op de tap. Op dit moment 35 speciaal bieren, waarvan 3-4 van de tap en de rest fles. Bokbier ook nog? Ja, ook nog. Ja. Weet ik ook wel. Hey, en zomers dan hebben we natuurlijk een fantastisch terras, maar goed, dan kom ik een keer terug. Want ik wil ook weer een keertje vanaf jullie terras kunnen genieten. Ook. Kan ook in de winter, want ons heel volledig terras is verwarmd. Volledig. Ik word weer helemaal blij. Oké, okay, maar goed, ik kan me voorstellen, in de wintertijd is natuurlijk zijn de openingstijden aangepast. Ja, we zijn dinsdag gesloten en we openen elke dag om 11:30. Zo. Voor lunch en voor diner. Maar de keuken is tot een uur of 8 open of zo, zoiets. Ja. Beste mensen, bedankt voor het kijken en dit was de eerste aflevering van Op het Proef. We gaan hier natuurlijk veel meer horecazaken mee bezoeken. En als je dat leuk vindt, nou dan deel dit dan. Like het. Like het vooral. Vooral. Vooral liken. Bedankt. Oké. Hey. Tot de volgende keer.